Hallo allemaal, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Familie La Cap. Familie La Cap. En de baby is er nog steeds niet. Nee, ik zit nog steeds lekker vijf in mijn buikje voor degenen die de vorige video hebben gezien. We hadden natuurlijk wat dingetjes geprobeerd om te kijken of de baby, tenminste dat het de bevalling in gang zou zetten, heeft niet gewerkt. Maar misschien is het maar goed ook, want wij zaten gisteren op de bank. En toen dachten we, wacht even, die baby mag nog niet komen. We zijn helemaal nog niet uit over de naam. Dus we zijn als een gek eventjes gaan brainstormen. Even alles erbij gepakt wat we hadden. We hadden een aantal namen, zeggen, maar we waren nog niet uit. Maar nu... Kan je jullie meedelen, we hebben een naam voor de baby! Yay! Net op het dimmertje of de val heet. Ik ga je daar even later wat meer over vertellen. Dat is misschien wel eventjes leuk. Dus dat komt later eventjes. Wij hebben ons eventjes een beetje klaargemaakt. Even opgeruimd, want zometeen komen ze even langs van Tina. Ik weet niet precies voor wat schijt er vast in. Dus we gaan het zo zien. In elk geval, leuk dat jullie weer kijken. En potverdokkie, wat zie jij er weer goed uit, Estra. Mag ik gewoon wel zeggen, hè? Een zwangerschapje. Ja. Laatste beelden worden dit, 39 hoor. Weekjes. Je, ja. En ja, mooi buikje. Zit er nog goed in. Weet je wat zo grappig is, of leuk is aan het hebben van buren? Die zijn gewoon altijd zo, tenminste niet altijd, maar we hebben betrokken. Stel, die krijgt net een appje van een buurjongen. Hij stuurt een foto door vanuit zijn raam. En dat zijn allemaal mensen. Hij zegt... Volgens mij zijn ze voor jullie gekomen. Nou, het is niet de buurjongen direct naast ons huis, gewoon echt de straat verder. En dus we hebben nu al een beetje... De camera's overal, jongens. Dus als ze ooit wil komen. Ja, dus we hebben nu gewoon een voorproefje van die mensen van Tina die zo komen. Dus we hebben al op de foto gezien dat ze zijn in Pinata komen. Van mensen er zijn. Dat mag je niet zeggen, het moet zo'n verrassing zijn. Oh, kids weten nog van niks, maar het is wel echt super grappig. Het is wel goed een goede buurt. Hij moest gewoon die appen, nu weten we, dat is maar... leuk. Waarom? Ja. Ik pak jou nog wel. Het is niet leuk. Ja. Jij mag niet eens erin. Snel maar, Nog harder. Zo. Hey, wacht. Ik ga het één keer doen. Oké, en wat is er gekomen hier in huis? Een pinata. We wisten het natuurlijk al. Maar ze hebben hem echt goed gevuld, hè. Oh, nesteldrank. Ja, de bak. Ze gaan weer even lekker zuigen en schoonmaken. Maar we kregen dus een... zijn nu weg trouwens, hoor. Maar we hebben dus deze pinata gekregen. Want we vinden binnenkort Stina Award plaats. En wij zijn door naar de finale. We zijn door naar de finale met alle dankzij jullie, hè. Ja, ja. En wij zitten nu dus in de finale in de categorie Tofste YouTube kanaal. Wij zitten in de top 4. Dus iedereen die al had gezet, super bedankt. Maar ja, goed, nu we in de finale zitten. Is ook leuk om te winnen. Dus ik ga eventjes een link in de omschrijving zetten. Het zou super tof zijn als jullie op ons willen nomineren. In elk geval, wie gaat er stofzuigen? Dat is even de volgende. Kijk, nou deze gaat voor mij. We hebben gestofzuigen. Drie keer raden waar het weer tijd voor is. Voor een... zwembadfeestje! Klaar voor het duik? Laatste dagen met zo goed weer, denk ik. Oké, ik ben dus binnen eventjes aan het werk. Want ik moet zeggen, voor werk zijn we ook nog bezig. Maar echt de laatste ding aan het afronden. En ze zitten me te roepen, mama, S, kom, kom! Hallo! Hoe dan? Nee. Degene die ons al eerder hebben gezien met dit waterspectakel springkussen ding. Die hebben gezien dat ik zoveel moeite had om... Oh, jij gaat via daar! Oh, natuurlijk. Ik ben natuurlijk een keertje ook opgeprobeerd te gaan, maar dat ging echt voor geen meter. Maar ik ging via hier. Dus zeg, hij gaat zo via die kant. Ah, dat betekent dat hij ook lekker water... Zeg. Oh, no! Mama! Essa, we hebben de baby vandaag nog niet gefilmd. Baby moet er ook bij vandaag. Hè? Huh? Oh. Deze baby. Sarah, nee, dat moet je niet doen. Ik denk dat hij komt, zo de baby. Ja, als een baby. Wat? Nee, dit. Ja, je hebt dat nog geen één keer gedaan. Je hebt het nog geen één keer gedaan. Gooi. Ja, één keer. Dus naar hun. Essa, Hollywood. Één keer. Het is geen echte baby. Essa. Essa, dit is geen onderdeel van kindermishandeling, dus gooi maar gewoon erboven. Eén keer. Wat doe jij? Ja, ja, nee, dat is lief. Man, man. Eli, gooi baby naar boven. Wat zijn dus je... We allemaal zo goed met de schaam. Liefde, jongens, liefde. Eli?
Er is liefde geen broertje? Ik ga heel stuk. Debra, ga eens glijden. Ga eens glijden. Red de baby. Hij zit hier. Red hem. Hoe wil je baby redden? Hij zit hier. Oké, dan vraag ik aan Sam of hij de kinderen wil leren om normaal om te gaan met een baby. Wat moet ik verwachten van deze man? Serieus, kijk hoe hij met zijn eigen kinderen omgaat. Nu is de deur al niet meer. Zo kan je dit zo zeggen. Oh, de kinderen kunnen niet eens meer glijden. Sarah! Oh, serieus. Nou mensen, ik ga stuk. Er is iemand die echt nodig een kappersbeurtje nodig heeft, knipbeurt. En ik ga diegene weer knippen. Wat een eer. En als je de kapsel ziet, dat kan gewoon echt niet. Look at this. Nee, voor zonder grapjes. Dit zijn kruidenchefjes en deze kruidenchefjes kan je sparen bij de Plus. Bij elke 15 euro dat je daar boodschap doet, kan je één kruidenchefje krijgen. En wat leuks van deze kruidenchefjes is dat ze allemaal hun eigen receptje hebben. Bijvoorbeeld, dit is Pak Soi en meneer Pak Soi heeft ook een eigen receptje. Ik kook bijna nooit. En ik dacht dat het vandaag eigenlijk wel een juiste dag is, aangezien Esra hoogzwanger is en het warm weer is. En van vandaag ga ik koken. En daar heb ik allemaal spullen al voor gekocht. Alleen Esra weet het nog niet. Dus ik ga even naar haar toe. En ik ga kijken of ze het leuk gaat vinden. Dus één momentje. Esra? Ik heb iets voor jou. Ik heb namelijk... Ik ga allemaal knietjes voor je. Iets heel moois. Daa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 
als ik vandaag voor jou ga koken? Denk je dat ik daar nee op ga zeggen? Maar de dag is aangekomen, Devan. Nee, je buik ook. Mama gaat koken. Ja, die is zeker aan. Nee, ik heb net zelf boodschappen gedaan en wat spulletjes gekocht om met Mr. Pax Pax Soyze kapseltjes wat lekker te maken. Lekkers te maken. Hij is nu aan de knippert. Hij is zeker toe. Ja, ze moet echt... Hard gegroeid. Ja, man. Ze is echt hard gegaan. Okay. Ik ga knippen. Jongens, willen jullie mij helpen? Ja? Ga je mij helpen, Debbie? Nou, ik ben toch wel even een beetje nieuwsgierig, even spieken. Wat gaan jullie eigenlijk koken vandaag? Aziatische roerbak. Iets van wokgerecht is het zo. Oh, dat klinkt goed. Ja. Het ziet er trouwens echt super leuk uit, deze kruidencheffies. En wat grappig is, is dat ze gewoon ook al binnen een weekje al zo kunnen uitbloeien, sommige kruiden. Hard gegaan, ze groeien zo hard. En deze is het meest gegroeid. Ja, deze is het meest gegroeid. Dat is de Renzo Radijs. Ze hebben ook allemaal een eigen naam. Super leuk. Maar wat ook grappig is, dat groeiproces hebben we een beetje gefilmd. En dat gaan we even laten zien. Want je begint eigenlijk gewoon met een aardetabletje. En wat zaadjes, ik zal ze even laten zien. Dat zit hierin. En het is zo bizar dat, dat je met zo'n klein aardetabletje en wat zaadjes, dat gewoon zo snel kan uitgroeien. Ik ga jullie even laten zien, want we hebben het proces een beetje gefilmd. Uiteindelijk je eigen kruiden. Ik vind het echt super leuk. Ook met het keukentje zo erbij. Het ziet er echt heel erg gezellig uit in de keuken. Deze kan je trouwens erbij kopen. Volgens mij kost die 10 euro. En je kan dus 20 cheffies verzamelen. En ook eten. En eten. Zo, Debbie, ziet er lekker uit? Ja, aan jou de eer. Finish your touch. Mag jij de groente cheffie in zijn haartje knippen? Pas je op van vingers? Ah, goed zo.
Doe maar. Ja, goed zo. Doe mij even roeren. Dan ga ik mama roepen dan, ja? Hey mevrouwtje, eten is klaar. Hoor je wat je andere zo? Ja, hey mevrouwtje. Kom mevrouwtje, Esther. Ik kom, is het goed zo? Kom. Wil mama eer om ook even eerst de hapje te proeven, Debbie? Het ziet er super goed uit. Zo, dat is wel flink hap. Kom maar. En? Nee, ja. Lekker. Nou, Esther, super goed geslaagd, hè? Ik ben hier echt blij, maar hij is echt ik heb hem ook geproefd, was echt lekker, Debbie, jij ook, hè? Ja. Nou, ik ga lekker smullen. En eet smakelijk. Snap je wel chefkokkies? Ja, jij bent de grootste chefkok. Nou, we hebben heerlijk gegeten. En wat ik gewoon echt heel erg grappig vind om te zien, is dat Devon en Eli zo verschillend zijn. Mama. Ik kom, schatje, want... Mama? Ja? Ja? Wat heb jij? Natte billen. Wat ik dus wou zeggen is na het eten, hij gaat nog even lekker rustig momentje op zijn tabletje. Even rustig aan. En die ander heeft het alweer helemaal nat gemaakt hier, zoals jullie kunnen zien. Want Sam heeft het zwembadje dus opgeruimd. En hij... Wat ben je aan het doen? Zo verschil, hè, Sam? Ik zeg net, wat een verschil. Hier, party. Helemaal nat. Ja, maar... Dan vraag ik me ook af, hoe gaat de derde worden? Dat is ook zo'n vraag, want zij zijn zo verschillend. Wat is hij aan het doen? Hij is echt gewoon zo, als je modder zou liggen, zou hij nog in modderbad rollen. Oh, kijk, wat net geen koppel. Is het lekker? Ja! Nou, wij gaan nog even lekker een smoothie maken. En ik krijg nog steeds heel vaak berichten over hoe wij onze smoothie maken. Want ik heb het in het verleden wel eens in de video's laten zien. De basis van onze smoothie, dat zijn echt rijpe bananen. Dat gaat er standaard in. Fruit varieer ik mee. Ik pak altijd wat we hebben. Dus ik had nu nog wat kiwis. Nog een beetje ananas over. Appel gaat er ook bij. En wat er ook standaard in gaat, wat hem ook echt lekker maakt, is diepvries fruit. Dat zorgt ervoor dat de smoothie lekker koud wordt. En sinaasappel. Sinaasappelsap, ja. Dit is een beetje de basis, zeg maar. Yoghurt, sinaasappelsap, diepvriesfruit. Je kan ook bessen, liefde zeker, bananen en fruit variëren mee. Dat is de basis van onze smoothie. Die zijn echt, eerlijk is eerlijk, mega lekker. Of niet dan, Debran? Gaan we even lekker maken? Ja, deze eerst. Ja, mag. Doe hem even open. Ga je er maar erbij. Nee. Eén moment geduld, alstublieft. En voilà, we hebben een verse smoothie. Proost, jongens. Lekker. Nou, jongens, we zitten dus in de laatste loodjes van de zwangerschap. En zoals we aan het begin van deze video zeiden, hebben wij op de valreep nog een naam bedacht van de baby. En die gaan wij jullie... Nog niet onthullen. Nee, sorry. Die gaan we echt bij de bevalling bekendmaken. Maar we willen wel aangeven dat we nu een naam hebben. Want er wordt inderdaad heel veel omgevraagd. Dan hebben jullie alle namen, dus hierbij antwoord ja. Niet. Ja, we zijn er nu echt over uit. Misschien is het wel leuk om jullie een naamwoord te geven. Want we hebben wel uiteindelijk wat meerdere namen gevonden. Even een naam door te geven die het uiteindelijk dus niet is geworden. Nee, jij vond... had er eentje. Welke was dat? Nee, ik had Jam. Dat was eigenlijk omdat mijn moeder vroeger mijn broertje ook zo noemde. En ik vond het een mooie naam. En die is uiteindelijk niet geworden, omdat ik vond hem zelf te kort. Ja, ik op een gegeven moment ook niet meer. Het was een twijfelgeval. En wat het ook is met, is een Turkse naam. Maar het is gewoon te lastig voor mensen die dan de naam ziet. Wie zou... Dan hoor je Sam. Sam, Cam en dat, ja. Ik moest deze weer vertellen. Het is geen Sam, het is Jam. Ja, dus uiteindelijk dacht ik van, af. Nee, die heb ik toch niet gedaan. En ik vond ook niet zo. En ik had de naam, die vond Sam ook iets minder. Maar ik vond Zane heel leuk. Achteraf had ik zoiets van, nee, want die naam komt nu heel veel die voor. Die echt overal. En we willen echt een naam die niet te veel voorkomt. En de naam die we nu hebben, die komt echt... Ik heb hem gezocht, maar hij is volgens mij behoorlijk uniek. Nog heel eventjes, en we gaan een opknoping krijgen. Want misschien is dit wel ook de laatste video zonder baby. Ik weet het niet. Hij kan misschien de volgende video gewoon een bevallingsvideo wordt. Wie weet, het kan echt gebeuren. We zijn een beetje vooruit gefilmd, want ik had heel veel deadlines, campagnes, druk. Dus we willen even een paar dagen nu even rust. Maar goed, we gaan het zien. Ik weet het echt niet. Het zijn ook even iets rustige vlogjes geworden. Omdat wij ook buiten het filmen om nog echt bezig zijn met een hoop dingen. Met werk, dat gaat gewoon door. Met nieuwe het editen huis ben ook. Ik bezig. Het nieuwe huis inderdaad. De baby dingen regelen. Dus er gebeurt ook buiten het filmen om ook heel veel. Dus ik hoop dat jullie ook even begrijpen waarom de video's nu af en toe misschien wat... Wat rustiger, lekker is ook relaxed en zo hebben we ook even nodig. Maar goed, ja, we gaan het ook laten. Dit was de video. Binnenkort een bekendmaking van de naam. Nog even, even geduld. Misschien even de volgende video. Ik weet het echt niet, jongens. We kunnen het niet zeggen. Het zou heel goed kunnen. Ze graag willen beloven, maar ja, weet je. Het ligt baby echt boy die, uiterlijk nog 2,5 week voor ons nu officieel. Dat het kan duren, maar...
We gaan het zien. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Zet even een duimpje omhoog. Vergeet je te abonneren als je nieuw bent. Abonneer en dan zien we jullie weer in de volgende video. Misschien dus met baby. Wie weet. Ik hoop het. Ja, ja.